Weet je wat de Westen moet doen? Ik hoor het graag van jou. Ze moeten de overheid boycotten. Dat is hem. Zolang dat de Westen landen, die gaan door met zakelijke deals en transacties met de Iraanse overheid, dan houden ze die dictatuur aan de macht. Ze leggen sancties op het land, maar de enige die lijden onder sancties, die zijn bevolking. De overheid heeft daar geen last van. Die mensen hebben hun eigen geld, eigen vermogen en ze leven gewoon als god en godinnen. De enige die lijden onder sancties, die zijn de Iraanse bevolking. En de enige manier dat de westerse wereld, ze kunnen mensen in Iran helpen, is te stoppen met in gesprek. Kijk, tijdens gewoon de afgelopen demonstraties. Amerika zegt, we staan achter Iraanse mensen. We vinden het niet goed dat de overheid zo gewelddadig met de mensen doodmaakt. En tegelijkertijd is Raisi in New York, Raisi is president van Iran, en die gaat praten over wereldvrede. En ze staan allemaal naar hem te luisteren. Sta je achter de bevolking? Zet hem het land uit. Of zeg dat jij geen tribune krijgt om onzin te verkopen. Maar zou dat helpen? Even los van of het moreel wenselijk is. Maar stel je voor, je zou inderdaad alle Iraanse hoogwaardigheidsbekleders, ambassadeurs, ik noem maar op, het land uitzetten. Wat heeft dan een overheid om staande te blijven? Als niemand in de wereld, geen andere land, die regering erkent. En zakelijke deals met ze sluiten of met ze in gesprek gaan. Hoe kunnen ze blijven?